Ik heb een Bijbel in mijn hand en ik wil zo meteen wat gaan vertellen over enkele teksten uit de Bijbel. Misschien denk jij, waarom staat daar een spiegel? Wel, ik dacht, een spiegel is misschien heel belangrijk voor je. Dat je voor de spiegel staat en denkt, zit mijn haar wel goed? Of, staan mijn kleren mij goed? Misschien vraag je wel eens aan jezelf, zouden anderen mij wel leuk vinden? Misschien is een spiegel nog niet zo belangrijk voor je, maar over een paar jaar als je wat ouder bent, juist wel. Een spiegel laat zien wie je bent. En vanavond gaan we met de Bijbel in de hand deze spiegel iets anders noemen. We gaan deze spiegel noemen de spiegel van Timotheus. En die spiegel is niet alleen voor jongens en meisjes belangrijk, maar ook voor ouderen, voor vaders en moeders, voor een juf of voor een meester. Luister maar. In Rome zit een wat oudere man voorovergebogen aan tafel. Wat doet hij? Hij schrijft. Hij schrijft een brief. Heel geconcentreerd is hij bezig en af en toe kijkt hij wat omhoog en zie je hem nadenken. En dan buigt hij zich weer over de tafel en schrijft hij verder. Wie is die man? Het is Paulus, de apostel Paulus. Apostel Paulus is een gevangene van de keizer, maar hij zit niet in de gevangenis, maar hij zit in een huis. Hij kan niet zomaar op reis gaan wat hij wil en waarheen hij wil. Paulus mag wel bezoek ontvangen. En de brieven die hij schrijft aan vrienden van hem of aan de gemeente, die geeft hij mee aan de mensen die op bezoek komen. Kijk eens wat daar boven het hoofdstuk staat wat ik hier voor mij heb. Er staat boven, aan Timotheus, mijn geliefde zoon, in het geloof. Dat staat er boven de brief aan Timotheus die Paulus schrijft en die in de Bijbel terechtgekomen is. En nu denken wij na over een paar stukjes van zo'n brief van Paulus aan Timotheus. Zometeen komen er 4 teksten uit de Bijbel, uit de brieven van Timotheus, op de spiegel te staan. Teksten die ons helpen om na te denken. Je zou kunnen zeggen, om ons aan te spiegelen, in de spiegel te kijken. Kijk maar. Hier staat in 2 Timotheus 1, vers 5, als ik mij in gedachtenis breng, het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont, schrijft Paulus. Ik hang de tekst even op en dan denken we er even over na. Dan kijken we in de spiegel van Timotheus. Paulus heeft het opgeschreven en hij gaat recht zitten. In gedachten ziet hij het gezin waar Timotheus opgegroeid is voor zich. Er is in het gezin een Griekse, een heidense vader, die leeft zoals bijna alle mensen in die tijd leefden, zonder de Heere God te dienen. Maar 2 vrouwen zijn heel belangrijk voor Timotheus geweest. Zijn moeder en zijn oma. Allebei hebben ze de Heere leren kennen en dienen. Hij, de Heere God, is de koning van hun hart geworden. En al heel jong, toen Timotheus heel jong was, toen hebben zij hem van de Heere verteld. Tot grote zegen voor zijn hart. Ook Timotheus mocht al heel jong de Heere leren kennen. Paulus twijfelt er niet aan. Hij schrijft het ook op. Het ware geloof woont ook in Timotheus. En als we daarover nadenken en in de spiegel kijken, dan denken we, hoe is het in jouw gezin en in mijn gezin? En als vaders en moeders daarover nadenken,
moeten ze ook vragen. Leven we in ons gezin zonder God? Zoals de vader van Timotheus? Of leven we met God? Zonder God dat we misschien toch wel naar de kerk gaan en de Bijbel lezen, maar dat Hij niet de koning van ons hart is. Praten wij wel met elkaar over de Here bij ons thuis? Doe je dat ook met je vader en moeder, over de dingen van de Here praten? Blijf dat doen, hè? En als je dat nog niet doet, begin er nog mee. Kan jouw juf of meester op school ook zeggen, ik ben verzekerd dat het ook in jou woont? Kijk in de spiegel en probeer daar antwoord op te geven. We gaan naar de tweede tekst. Kijk eens wat er staat. Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in het leren. Totdat ik kom, schrijft Paulus op. We gaan hem erbij hangen. Paulus ziet Timotheus in gedachten voor zich. Een jonge man die getuigt van de Here. En Paulus denkt, zouden de ouderen in de gemeente wel naar hem willen luisteren? Zou de Here de jonge Timotheus willen gebruiken om anderen tot bekering te brengen? Vinden ze hem niet te jong, denkt Paulus. Misschien denk jij ook wel, ik ben nog jong. Ik houd mijn mond maar over de Here. Later, als ik ouder ben, dan misschien wel. Maar Paulus roept op om een voorbeeld te zijn. Ben jij dat? En u? En ik? Merken anderen aan jou en aan mij dat je christen bent? Dat je met de Here leeft? Misschien denk jij, hoe moeten ze dat dan merken? Hoe kunnen anderen op school of in de straat aan mij merken dat ik christen ben? Wel, kijk eens wat er staat in de tekst in 1 Timotheus 4 vers 12. Wat staat er? In woorden. Jouw taalgebruik, de woorden die jij gebruikt, die je spreekt, die laten heel veel zien en horen wie jij bent. Over jouw hart. Kijk eens, er staat ook in wandel. Hoe leef je? Wat doe je? Waar doe jij aan mee? En wanneer zeg je juist, dat is niet goed, daar doe ik niet aan mee? Oma Lois en moeder Eunice, die zullen daar best met Timotheus over gepraat hebben. Hoe belangrijk is het dat jullie, jij, daar thuis ook over praat. Hoe moet je christen zijn in een heidense wereld? Ook nu. Er staat, in liefde kun je dat laten zien. Heb oog voor de ander. Toon naaste liefde. Help de ander. Laat zien dat je de ander ziet en weet wat hij nodig heeft. En dan staat er ook nog achter, in de geest en in het leren. Paulus wil zeggen, laat je leiden door de Heilige Geest. De Geest van de Here. En praat daarover ook met anderen. Waarover? Over wie de Here is. En over dat het goed is om de Here te dienen. En de Here Jezus te leren kennen. En dan staat erbij, totdat ik kom, zegt Paulus. Paulus die wil graag, als het kan, Timotheus nog een keertje in de gemeente opzoeken. Hij wil hem moed inspreken, totdat hij echt bij hem op bezoek komt. Zeg,
Is het goed met jou als je in de spiegel van deze tekst kijkt? Dat is wel belangrijk. Ik ga de derde tekst ophangen. En dat die staat in 2 Timotheus 1, vers 8. Er staat: schaam u niet der getuigenis onzes Heren, nog mijns die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht van God. Paulus legt zijn pen weer even neer. In een ogenblik gaat zijn leven voorbij. Zijn vroegere leven, totdat de Heer Jezus in zijn hart kwam, is zijn leven. Maar dan denkt hij ook aan zijn leven in dienst van de Heere. De geest van de Heere werkte in zijn hart. Hij sprak overal waar hij kwam over de Heere, over Jezus als zaligmaker. En dan ineens bedenkt hij: misschien durft de jonge Timotheus dit niet zo goed. Misschien schaamt hij zich er wel voor. Zeg, schaam jij je wel eens als je iets doms gezegd of iets doms gedaan hebt? Weet je, misschien krijg je wel eens een kleur als iemand iets spottend zegt of om jou lacht. Of je echt uitlachen. Heb jij jezelf daarvoor over? Of loop je dan liever weg? Weet je wat deze spiegeltekst zegt? Weet je waar je je niet voor mag schamen? Dat zegt de tekst. Om te getuigen van de Heere. Eerlijk voor zijn naam uit te komen als en anderen vertellen dat het goed is om de Heere te dienen. Daar mag je je niet voor schamen, zegt Paulus. Doe het niet, Timotheus. Is dat makkelijk? Nee. En wat moet je zeggen? En hoe begin je tegen anderen te spreken over de Heere? En wat misschien wel veel lastiger is, durf je je vriendjes of de kinderen uit je klas te waarschuwen? En toch schaam je het getuigenis van de Heere niet. Paulus weet hoe moeilijk dat kan zijn en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Hij kwam zelf in de gevangenis. En toch, hij leed verdrukking. Maar als je vrijmoedig zomaar vrij mag spreken en je niet schaamt, dan geeft de Heere daar ook kracht voor. Dan mag je het doen naar de kracht van God. Probeer het maar. Doe het biddend. Nog één tekst uit Timotheus. Een mooie tekst. Een afscheidstekst, zou je kunnen zeggen. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus, onze Heer. Aan Timotheus. En hier zou ik wel alle jongensnamen en alle meisjesnamen in willen vullen. Ook jouw naam. Aan Rick, aan Hubert of Janita. Of aan Ilse, Jan of Daniel. En zo zou ik door kunnen gaan met al jullie namen te noemen. We kijken in de spiegel en denken even nog na over deze tekst. Paulus schrijft: mijn geliefde zoon, dochter, mijn geliefde jongen en meisje, als je nu luistert. Ik wens jou genade toe, wil Paulus zeggen. Genade van God voor je hart, barmhartigheid van de Heere die precies weet wat jij nodig hebt. Vrede voor je hart, het staat erbij, om tot eer van God te leven. Van wie krijg je dat? Van God de Vader, die in barmhartigheid bewogen is
met zondige mensen. Waarom? Door Jezus Christus, die de zonde van al zijn kinderen vergeeft. Hoe doet hij dat? Door de kracht van de Heilige Geest. Het werk van de genade van de Heere in het hart is het werk van de drie enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer.